Nou, hoe leuk dit. Ik word dus uitgenodigd om binnen in het landhuis een bordje pasta mee te eten. Ik heb hier Chico zijn voer en die loopt dus gewoon al daar binnen op zijn gemakkie. Tas toe. Nou, Armand heeft waarschijnlijk het euvel gevonden waarom mijn motor zo slecht loopt. Nou, hun grondgebied is dus 55 voetbalvelden groot. Ja, onderweg naar mijn volgende bestemming. De plaats van het dorp weet ik nog even niet, maar het is echt noodweer op dit moment. Ja, ik rijd door de prachtige Dordogne, maar het is zo slecht. Slagregens, wind. De hele dag al. Kom op Frankrijk, wees een beetje lief voor mij. Maar goed, de bus doet het nog wel en Chico ligt lekker te knorren achterin. Dus dat is mooi. Inmiddels alweer zo'n anderhalf uur gereden richting Saint-Brice-le-Vougeray. Als ik dat goed uitspreek, vergeef het me alsjeblieft. Op weg naar onze eindlocatie van vandaag. Dat zijn ook weer Nederlanders die ons willen ontvangen. Die hebben gereageerd op een Facebookberichtje van mij. Of dat ik ergens bij een B&B of mensen met een camping kan overnachten. Nou, dat vonden ze een leuk idee. En ik kan zelfs nog mee eten. En dat is nog zo'n anderhalf uur te gaan. En de bus doet het goed. Dus ik ben even gestopt voor een sanitaire stop. Want Chico, ja, die wil ook wel eens eventjes zijn behoefte doen natuurlijk, hè. Ja, en hij houdt zich goed hoor. Want tijdens de reis hoor je hem niet. Hij ligt lekker te pitten met 90 decibel om zich heen. Dus ik vond dit wel een mooie omgeving om eventjes de benen te strekken. Dat zijn toch best wel lange stukken. En waar kan het beter dan hier? Het is alleen wel een beetje jammer van het weer, want ik rij echt door een prachtige omgeving. Dwars door de Dordogne. Maar ja, het is nu even droog, maar het is echt noodweer geweest vandaag. Ja, dat moet ik maar even op de koop toenemen. Want ik ben heel blij dat mijn busje het vooralsnog goed doet. Ik zit in één keer in de drukte van de stad. Pittig. Nou, ik word gewoon opgewacht hier door Armand is de naam, hè? Ja, correct. Het ziet er geweldig uit hier. Ja, dank je. Alweer een paleisje in Frankrijk. Ja. Waar zal ik deze unit eens even parkeren? Ja, je mag hem hier neerzetten. Ja. Heb je de ruimte? Ja, ja. Nou, ga ik dat doen. Ja, ik ga hem even parkeren. Dat is goed. Perfect. Nou, hoe leuk dit. Ik word dus uitgenodigd om binnen in het landhuis een bordje pasta mee te eten. Ik heb hier Chico zijn voer en die loopt dus gewoon al daar binnen op zijn gemakkie. Voelt zich al helemaal thuis. Ja, vind je het gek? Hier voel ik me ook thuis. Helemaal gezellig. Aanvallen, lekker pastaatje eten. Nou, we zijn binnen in het landhuis en de pasta wordt straks geserveerd. En Chicootje, die zit lekker. Dat is een eigen maaltijd. Voelt zich ook hier thuis. Open haartje erbij. Nou, wat een luxe dat ik aankom en gewoon gelijk kan aanschuiven. Is dat fantastisch? Een mooie grote keuken. Wow. Wat denk je bij het eten? Nou, een wijntje, lekker hoor. Rood, wit. Ja, rood. We zitten in Frankrijk, hè? Verder ben ik niet veel eisend hoor. Ik ben al hartstikke blij. Jij ook, hè, Chico? Ja.
Tas toe. Tas toe. Ik werd wakker en doe de bus open en ik zie overal werkmannen om me heen. Ze zijn natuurlijk nog druk bezig hier hè, op het terrein. Oh jee, dat gaat veel herrie maken. Ik weet niet wat Chico daarvan vindt, die ligt binnen. Die omgeving hier is zo mooi en het schijnt ook dat ze hier echt de meest frisse lucht hebben van heel Frankrijk. Omdat het bijna geen industrie is. Nou, het is gedaan met de rust. Armand en Bas die hebben aangeboden om nog een dagje te blijven. Toen had ik zoiets van, nou, dat zie ik eigenlijk wel zitten. Vanmiddag even een stukje wandelen in de bergen. Even genieten van de frisse berglucht. Ik denk dat ik dat gewoon doe. En even geniet van vandaag. Orde op zaken stellen. Even nog wat dingen aan de motor doen. Want de contactpuntjes, ik denk dat waarom de motor misschien slecht loopt. En gisteren liep die ook wel weer wat slecht. Is dat misschien de ontsteking door het vele vocht. Ja, dat daar een probleempje zit. Dus daar ga ik vanmiddag ook even naar kijken. En dan ga ik morgen gewoon lekker een grote afstand afleggen. Vandaag even genieten van de prachtige Dordogne. Nou, wat leuk is, terwijl je wat graafwerkzaamheden op de achtergrond hoort. Maar wat leuk is, we hebben hier een bron. Dat komt van boven uit de bergen. En dat komt hier zo de bak in. Nou, het komt goed uit, want ik heb nog wat afwas staan. Dus ik denk, dat ga ik gewoon hierin doen. Waarom niet? Armand is van alle markten thuis. Die zit nu met zijn hoofd onder mijn motorkap. Want die had ook het idee dat het iets met de ontsteking was. En wat kabeltjes die bloot lagen. Dus daar is hij nu naar aan het kijken. Nou, dat is toch geweldig. Ja, wat ook gaaf is, ze hebben hun eigen waterval. Daar lopen we nu naartoe. Ik hoor het al. Dan lopen we hierheen. Dat is dus hun eigen bos. Ik ben nooit zo heel goed met routes weer terugvinden. Zo ben ik pas verdwaald met een huurauto in de buurt van de Sierra Nevada. Traumatische ervaring. Dus ik heb wat broodkruimeltjes mee. Die heb ik hier gestrooid, zodat ik weet hoe ik weer terug moet. Nou, het is een heel hindernisparcours hoor. Een paar bomen die op de weg liggen. Loop maar, Chico. Ja. Zo. Ja, loop maar. Zo. Ik heb natuurlijk weer superhandige schoenen aan, hè? Witte sneakers. Om hier door dat bos heen te struinen. Nou, maakt uit. Leuk, hè, hier. Wat een ruimte. Chico is helemaal in zijn element. Dan kan je zien dat het een Spaanse berghond is. Hij gaat helemaal los. Geweldig, dit. Geweldig, hè? Zijn eigen bos tot je beschikking. Luxe! Zo, weer terug op het terrein. Dat was een heel ontspannen wandelingetje. Echt superlekker. Nou, Armand heeft waarschijnlijk het euvel gevonden waarom mijn motor zo slecht loopt. We dachten eerst aan de ontsteking. Maar er zit een soort van... Ja, de pakking sluit niet mooi aan, hè? Dat is het eigenlijk, toch? Dat klopt. Ja. Is deze man handig? En je ziet het. Hij is zwart in plaats van bruin. Oh. Vervangen die handel. Vervangen die handel. En dat kan jij gewoon allemaal. Met pakkings... Pakkingpapier. Oh. Het zal toch niet zo zijn dat het gewoon straks opgelost is? We gaan er vanuit van wel. Door iemand die eigenlijk geen monteur is? Nee. Oh, we gaan het zien. Nou, de halve motor ligt open, maar nou, het valt bij de carburateur... Is er vanaf, tenminste het bovenste gedeelte.
En hier zat dus die pakking en die sloot niet mooi aan, waardoor die eigenlijk valse lucht zuigt, hè dan? Correct. Wel lucht, geen brandstof. Wel lucht, geen... Ja, dat is geen goede combinatie. Oh, nou, wordt vervolgd. Hoe loopt dit af? Verdient deze man de Nobelprijs voor... Wie weet. Ja. Komt goed. Je zit natuurlijk midden in het verhaal, maar ik breek heel eventjes in. Want ik wil in de toekomst nog veel meer van deze leuke video's gaan maken. Samen met Chico, in de camper. Maar ja, daar heb je natuurlijk geld voor nodig. En met YouTube verdien ik net genoeg om, denk ik, een kopje koffie te kopen. Een soepje. En een bot voor Chico. Daar ga ik niet mee naar mijn volgende bestemming komen. Maar je hebt nu iets leuks en dat heet Petje Af. En daarmee kan je dus contentmakers een kleine financiële steun geven. Dat kan eenmalig en dat kan een soort maandelijkse bijdrage zijn. Nou, ik heb dus een account op dat platform. Je kan er naartoe gaan via petje.af/devolgendebestemming. Het zou heel leuk zijn als je een kleinigheidje over hebt, zodat ik weer door kan. En ik heb nog heel veel avonturen die ik wil gaan doen. Dus ik wil je alvast hartelijk danken. Niets is verplicht natuurlijk, maar het zou leuk zijn. En we gaan weer snel door naar de video. Hoi! Dat het handige kerels zijn, dat blijkt wel uit dat ze bijvoorbeeld ook dit zwembad zelf hebben gemaakt. Echt alles hebben ze zelf geïnstalleerd, betegeld. En het was één grote bende toen ze hierin kwamen. En het water wat hierin zit, dat is dus gewoon bronwater, hè? Nou, hun grondgebied is dus 55 voetbalvelden groot. Dat kan je niet bedenken. Ik kan nog niet eens een shot maken met de drone. Of om het hele gebied vast te leggen. Je verzint het niet. Overal waar je om je heen kijkt... Dat is van Amal en van Bas. Bossen daarboven, hier. Als je het hele gebied rond wil lopen, dan ben je wel even zoet. Ik ben vanmiddag heb ik een stukje geprobeerd met Chico. Maar onderweg dacht ik van, ik ga weer terug. En moet je je voorstellen, ja, dat koop je bij wijze van spreken voor een bedrag waar je in Amsterdam-Zuid een leuk appartement voor koopt. Heb je hier dit hele grondgebied. Ik ga toch ook maar eens denken om iets leuks in Frankrijk te gaan kopen. Moet ik alleen wel even de taal wat beter... onder de knie krijgen. Maar hoe zit dat precies? Want hierachter heb ik, zie ik een meer, maar dat ligt helemaal droog. Dat klopt, ja. Hoe dan? Ja, er is geen watermeer meer. De grote dam en een leeg meer erachter. Ja. Komt eigenlijk omdat we problemen hebben onder de molen. Er zit op 6,5 meter diepte zit een sluis, een klep. Ja. En die klep die is stuk. Oh, ja, dat is best belangrijk dat hij het doet. Ja, dus sinds mei is het water uit het meer verdwenen. Ja. En we hebben nieuw materiaal besteld. Dat is van vandaag verstuurd vanuit Duitsland naar Nederland toe. Daar wordt het aangepast. Ja. En dan ga ik het ophalen in Nederland. Ja. En dan zou het plug and play moeten zijn. En dan kan ik het inbouwen. En dan kan het water weer... Water weer erin. En dan wordt het weer een prachtig meer. Klopt. Dus hey, maar, want hierachter, hier stond vroeger dus een oude watermolen. Ja, dat is eigenlijk waar je een beetje de brandstapel ziet. Ja. Daar zie je een steunbeer bij de den. Tot aan de garage, daar heeft een gigantisch groot gebouw gestaan. Ja. Dat was een molengebouw. Waar we nu nog een kleinere stand van over hebben. Ja. Daar staat een turbine in. Ja. Voor deze turbine heeft er een groot houten molen in gezeten. Ja. En die is gebruikt als ijzergieterij. Circa 2 eeuwen lang. En daarna is die omgebouwd naar een leerlooierij. Ja. En daarna nog 1 keer omgebouwd naar een graanmolen. Ja. Dus, wat een historie. Ja, vandaag Moulin Neuf, de nieuwe molen. Ja. 3 keer. Ja, en nu zitten jullie hier. En nu zitten wij hier. Zo. Ja. Maar heeft het nog steeds functie dan, nu? Nu op dit moment, de turbine zou lopen. Hij staat al 20 jaar stil. Oh. Dus in de jaren 50 is die geplaatst. Hij heeft elektriciteit opgewekt. 20 jaar staat hij inmiddels al stil. Ja. Als er weer water in het meer staat en de sluiskleppen werken, gaan we hem testen. En kijken wat hij doet. Ja, en wat kan je er dan mee? Ons idee is om er ook weer elektriciteit mee op te wekken. Toch wel, ja. En zelfvoorzien te zijn. Ja, want jullie zijn er wel goed mee bezig. Want alles hier ben, je haalt bronwater. Ja, de zwembad is gevuld met bronwater. Ja, we hebben 4 bronnen. Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk niemand nodig. Je eigen elektriciteit. We zijn dadelijk zelfvoorzien. Ja. Eigen elektriciteit, eigen water. Zo. Ja. Eigen stookhout. Ja. Wat wil je nog meer? Oh, jullie hebben echt een paradijsje hier opgebouwd. Ja. Maar heel gaaf voor jullie het ook allemaal gewoon zelf doen. Heel veel zelf. Heel veel zelf. Ja, anders kan het ook niet. Hè? Nee. Je kan niet alles uit handen... Zalven.
Ik denk dat we 95% zelf doen. Ja. En bepaalde werkzaamheden moet je laten doen. Daar zijn mensen beter in dan... Ja, maar ik zie wat mensen hier dan bezig hè, vandaag ook. Maar die zijn wat grotere dingen aan het doen die jullie zelf niet doen. Ja. Ja. Maar normaal gesproken proberen, want het hele huis is, hebben jullie zelf verbouwd hier. Hebben we zelf gedaan, ja. Zo, ja, het is echt... De dakgoten, noem maar allemaal op. Alles, ja. Ja. Maar jullie hebben geen haast, hè? We hebben geen haast. Nee. Nee, we hebben de tijd. Ja. Oh, dat is toch een prachtig project. We zeggen ook, hier hebben we de tijd en in Nederland hebben ze de klok. Ja, maar die hebben jullie vroeger ook gehad in Nederland, de klok? We hebben vroeger ook de klok gehad, ja. Eigen bedrijf gehad? Ja, 15 jaar. En toen helemaal klaar mee? Helemaal klaar mee. Ja. Krijg je grijze haar van. Ja. Tot en met, 7 man personeel. Na 15 jaar was het wel goed geweest. Sloes. En toen hierheen vertrokken? Ja, het eerste idee was om naar Duitsland toe te gaan. Ja. Hoogijver, Sauerland. Omdat het gebied ons erg aantrekt. Hier hebben we eigenlijk hetzelfde. Ja. En hier krijg je veel meer voor je geld. Ja. Ja. En dan heb je hier en een groot pand. En een landgoed van 25 hectare. Zo. Ja, dus... En een eigen bos, een eigen meer. Eigen bos, eigen meer. Ja. Eigen wild. Natuurlijk. Eigen wild, ja. Eigen herten. Wild. Ja, ja, ja. Wilde zwijnen, herten, reeën. Ja, zoals ik vanmiddag al zei, heel veel salamanders hebben we. Ja. Ja, Chico en een vlogger. En ja, die ook. De laatste dagen. Die kwamen aanwaaien. Die zijn op beeld. Ja. Maar daar ben je morgen weer vanaf. Ja, dat is geen last. Nee, nee, maar het is, ik vind het superleuk om hier te gast te zijn. En, en het zou natuurlijk helemaal leuk zijn als we de brandweerwagen nog aan de praat krijgen. We zijn ermee bezig, dus. Ja, work in progress. Nou, eens even kijken. Ja. Misschien dat ze een beetje geluk hebben, een half uurtje. Nou. Even kunnen testen. Het zal toch wat zijn. Ja. To be continued. Dus je hebt net die pakking even zitten knutselen hier. Dat klopt, ja. De workshop. Heel eenvoudig. In de keuken. Maar het, ja, dat is gewoon... Potlood, een schaar, een mesje. En voor de gaatjes gebruik je gewoon een... Een perforator. Ja, en klaar is allemaal. Ja. Pakkingen liggen al in de bus. Oh, zo grappig. Ja, weet je, het is ouderwetse techniek en het is... Want je hebt zelf een tractor, toch? Dan kan je, dan doe je ook veel dingen mee. Ja, ja. Een grote handmacht en een... Nee, een Ford en een handmacht. Ja. Dus allemaal twee oude beestjes. Moet je best wel veel repareren en dan komen ze ook zo'n dingetjes gewoon... Ja, dat moet je hebben. Dat is zo'n behangrol. Ja. Dus dat komt tussen mij en de carburateur. Dit is eigenlijk een soort pakking. Ja, dit sluit eigenlijk de twee aluminiumdelen af. Ja. Zodat er geen zuurstof in kan komen. Wat waarschijnlijk wel gebeurt nu. Ja. Nou, we gaan eens even verder knutselen. Dat is goed. Ja. Ik heb deze bus al meer gezien met de motorkap eraf dan met de motorkap erop. Het is toch niet te geloven? Ja. Nou, ik heb een proefritje gemaakt, maar oh man, je bent een held. Gedeelte. Nou, ik moet thuis in Nederland nog even wat dingen aanpassen. Ja. Maar we hebben voor de helft resultaat. Voor de helft resultaat en daar kan ik denk ik mee thuiskomen. Dus die pakking die heeft heel veel goed gedaan. En de rest, daar kom ik wel mee thuis, hoop ik. Gaat wel lukken. Mede dankzij jou. Oh, geweldig. Nou, hopelijk kan ik dus morgen gewoon weer lekker op pad. Nou, Chico, geniet er nog maar even van het enorme landgoed hier. Ja, we gaan straks toch verder, noordelijker, in Frankrijk. Zo richting Parijs, ik denk niet dat we dat gaan halen vandaag. Sowieso even kijken wat de auto doet natuurlijk. Maar ik heb er zin in en ik hoop dat de motor het goed doet. Ik heb er best wel vertrouwen in, het vertrouwen is weer een beetje teruggekomen. En ik heb volle energie, want ik heb goed geslapen hier in de tuin van het landhuis. Dus terwijl dat de mannen hier achter mij nog verder gaan met de werkzaamheden, laat ik Chico nog even uit. En vertrekken we straks weer noordelijker. Nou, ik ben nog even op mijn gemakje wat lekkere broodjes aan het smeren. Lekkere kaas. En natuurlijk pindakaas. Met, waar heb ik hem? Ja hoor, je bent Hollander of niet? Lekkere hageltjes.
Dan heb ik voor onderweg ook nog wat. Ik hoop dat de reis voorspoedig gaat. Chico, hè? We hebben er weer zin in. De zon schijnt. We gaan weer op weg naar een nieuw avontuur. Heren, bedankt voor alles. Voor de enorme gastvrijheid. Graag gedaan. Chico en ik gaan er weer vandoor. Oké. Okay. En succes hier op het landgoed. Een goede reis. Jo, bedankt hè. Hoi hoi. Doei. Laatste avond op pad met de camper. Dus ik ga het er gewoon even van nemen. Afscheid nemen van een roerige periode. Nou, binnen no time toch weer even een volledige maaltijd. Mijn buitenkeuken gemaakt. Hè? Hamburgertjes, wegvlieg. Ja, dat is buitenleven. Oh. Oh. Ik moet er inmiddels gewoon zo om lachen. Die onhandigheid van mij soms. Nou, receptie is, is volgens mij al een tijdje gesloten. Nee. Oh jee, wat ga jij nou doen? Wat gebeurt hier allemaal, mensen? Jeetje, wat moet ik hiermee aan? Ik vind het eigenlijk best een grote enge hond. Chico vindt het allemaal leuk. Maar ik ga hem toch maar even terugbrengen naar de camper. Nou, net heerlijk aan de koffie gezeten bij Marieke, de eigenaresse van de camping. En ze zegt, ja. Ik heb net lekker wat uit de tuin gehaald. De groentetuin. Ik heb een groentetuin, want met al die corona had ik daar gewoon helemaal tijd voor, want ik had geen containers. Ja. Ik heb slecht inkopen gedaan, want ik heb rijst. Maar toen zei Marieke van, nou, dan neem je toch een paprikaatje mee dan ook. Ja, hoor. En een champignonnetje. Staat dus in één keer een ezel naast mijn bus. Chico wordt helemaal gek. Ik heb hem even opgesloten. Ach, het is een beetje zielig. Ik denk, wat is dat? Nou, dat gebeurt dus als je in de middle of nowhere op een boerenterrein staat. Op naar de volgende bestemming.